Hoi allemaal, ik heb een eierdoos en in die eierdoos, daar zitten, zullen we even gaan tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eieren in. Nu gaan we zo met de eierdoos en met de eieren die erin zitten een spelletje spelen. Ik ga straks uit deze eierdoos een paar eieren halen en jullie moeten raden hoeveel eieren ik heb weggehaald en hoeveel er dan nu nog over zijn. Let op. Zoals jullie kunnen zien zitten er nu 6 eitjes in de eierdoos. Ik ga zo de eierdoos dicht doen. Dan haal ik er een paar eitjes uit. En dan moeten jullie raden hoeveel eitjes ik er nu uit heb gehaald. Let goed op. En zien jullie hoeveel eitjes ik eruit heb gehaald? Heel goed. Het waren natuurlijk 2 eitjes die ik eruit heb gehaald. Kijk maar. 1, 2. Ik ga zo weer de eierdoos dicht doen. En dan ga ik er weer een paar eitjes uithalen. Let goed op. Kunnen jullie nu zien hoeveel eitjes ik nog over heb? Heel goed. Dat zijn er 4. Dus hoeveel eitjes heb ik dan eruit gehaald? Zullen we eens gaan kijken naar de lege vakjes? 1, 2. Ik mis dus 2 eitjes. En dat maakt weer 6 eitjes. Jullie hebben nu gezien hoe je het eierdoosspel op een makkelijke manier kan spelen. Ik ga hem nu laten zien met een wat moeilijkere variant. In plaats van 6 eitjes ga ik nu 5 eitjes gebruiken. Let goed op. Nu liggen er nog 6 eitjes in de eierdoos, maar ik ga er eentje uithalen. Nu houden we nog 1, 2, 3, 4, 5 eitjes over. Kijk heel goed naar de eitjes. Het zijn er 5. Maar ik ga zo weer het eierdoosje dicht doen en dan ga ik er weer eitjes uithalen. Let goed op. Hey, ik had 5 eitjes. Ik heb er nu nog maar 1, 2, 3. Hoeveel eitjes heb ik dan weggehaald? Het zijn er geen 3, want dan heb ik er weer 6. Kijk maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik had er 5. Dus hoeveel zijn er dan weg? Heel goed. Het waren 2 eitjes. 1, 2. Gaan we hem nog een keer spelen? Ik ga hem weer dicht doen. We houden de 5 eitjes in de eierdoos. En ik ga er zo weer eentje of meerdere uithalen. En jullie gaan kijken hoeveel eitjes we dan missen. Let goed op. Hoeveel eitjes mis ik nu? Ik had er 5. Hoeveel heb ik er nu? Heel goed, ik heb er nu nog maar 2. Dus hoeveel eitjes mis ik dan om weer 5 eitjes te krijgen? Heel goed. Het waren er 1, 2, 3. Ik heb het eierdoosspel nu op 2 manieren gespeeld. 1 keer met 6 eitjes en 1 keer met 5 eitjes. Maar je kan natuurlijk ook een eierdoos met 10 eieren spelen of met 12. Dan maak je het net iets moeilijker. Je kan hier ook bij kiezen om in plaats van 10 eieren, 9 eieren of 8 eieren te gebruiken. Lukt het dan om de kinderen ook te laten zeggen hoeveel eieren ze nog missen om tot de 8 of tot de 9 te komen? Succes!